Het is dus nu tijd om iets dieper op het bewijs in strafzaken in te gaan. Want als u zo direct deze zaal verlaat, dan bent u weliswaar nog net geen advocaat. Maar ik hoop oprecht dat u dan al de prijs van het toegangskaartje terugverdiend hebt door de juridische kennis die u vanavond bij mij hebt opgedaan. Wie weet komt dat nog eens een keertje van pas. Een belangrijk bewijsbeginsel in ons bewijsrecht is het zogeheten in dubio pro reo beginsel. En dat houdt in dat bij twijfel een vrijspraak moet volgen. Anders gezegd, de schuld van iemand moet beyond reasonable doubt worden aangetoond. Dat is een beetje een glibberig begrip, beyond reasonable doubt, want de vraag doet zich natuurlijk wel voor dat als er toch een heel ietsje, pietsje, klein beetje twijfel is, of dan toch overeenkomstig dit beginsel een vrijspraak moet volgen. We weten het niet, omdat alles wat zich in de raadkamer van een rechtbank voltrekt geheim is. En naast dit beginsel, dames en heren, neemt ook een ander beginsel, te weten het onschuldbeginsel, een belangrijke plaats in. In Amerika is dit beginsel ook wel als volgt uitgedrukt. In the eye of the law, every man is honest and innocent, unless it be proved legally to the contrary. In gewoon Nederlands, een ieder moet voor onschuldig worden gehouden, totdat zijn schuld volgens de wet is bewezen. Volgens de wet en niet volgens RTL Boulevard.